Vrienden, het is 12 maart en vandaag is You Medeblik uitgekomen. Daarin staat een heel leuk artikel over meneer Horen, die maar liefst 75 jaar lid is van de FNV. Nou wil het geval dat toen het blad al gedrukt was, dat meneer Horen helaas is overleden. Nou ja, dat is natuurlijk heel triest, maar het artikel is gewoon geplaatst uiteraard. En we maakten er ook een heel leuk filmpje van. En ja, als ode aan het leven en ode aan meneer Horen wil ik jullie dat niet onthouden. Kijk hiernaar en geniet ervan. En ja, we zullen meneer Horen in onze gedachten herinneren. Goed, vrienden. Ik sta hier op het achtereiland in Medeblik. En we gaan een bezoek brengen aan meneer Horen. En wil jij weten hoe dat zit? Blijf dan kijken. Mijn naam is Peter Commandeur. Welkom in mijn wereld. Naast me staat Ruud Antonius. En jij bent voorzitter van, vertel maar. Ik ben voorzitter van de sector senioren West-Friesland. En bestuurslid van FNV Lokaal. Juist. En we hebben wat moois. We hebben een goede tijding voor meneer Horen. Want... je gelooft toch niet? Hij is 75 jaar lid van de FNV. We mogen achterom. Kijk, de deur is gewoon los. Kijk eens aan, nou. Wauw. Vroegere tijden, hè? Ja, zo hoort het. Ja. Goeiedag. Goedemorgen, meneer Horen. Alvast gefeliciteerd. Ik kom hier namens de FNV om u van harte te feliciteren met het 75 jaar lidmaatschap van onze bond. En wij willen onze leden eren daarmee. En u bent een bijzonder lid, omdat u zo lang al lid bent van onze vakbond. En namens de FNV wil ik u dit aanbieden. Dat is een beeld die alleen maar de mensen krijgen die 75 jaar lid zijn van onze bond. Ik wens u nog heel veel gezonde jaren en dat u nog heel lang mag genieten. Ja, alsjeblieft. Dat was hartstikke leuk. 93. Hey, dan ben je 93. Woon je nog op jezelf. Wat een prachtig stukje in Medeblik, moet ik zeggen. Aan de haven. De Oosterhaven op het achtereiland. Nou jongens, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.